Dag iedereen, super voor het kijken naar deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Loran en ik ben mij even aan het klaarmaken, want zoals jullie zien heb ik hier al mijn loopgrief mee. Ik ben net terug van mijn stage en ik ga even nog een half uurtje gaan lopen nu dat het nog licht is. De vlog gaat vandaag dan niet online komen om 6 uur, maar dan kan ik tenminste wel gaan lopen in het licht. En kan ik jullie terug even meenemen met de GoPro, dus dat is ook wat ik nu ga doen. Fijn dat jullie er zijn, vergeet zeker niet even te liken, vergeet zeker niet even te abonneren. De laatste rustige loop voor de marathon. Alhoewel, zaterdag, de dag voor de marathon, loop ik ook nog even gewoon 20 minuutjes de beentjes wat losgooien. Maar nu is het gewoon even nog een half uurtje rustig. Dus ik ga naar het Damvalleimeer gaan lopen. Ik heb gelezen dat er daar blauwalgen zijn ofzo, dus je mag niet meer vissen in het Damvalleimeer. Maar ik ga daar gewoon even rond gaan lopen, dat mag wel. Want dan zie je dat er iets schadelijk in de lucht hangt. Dus ik ga even daar gaan lopen. Dan loop ik een toertje en dan kom ik terug naar hier. En het is op zachte ondergrond, dus ook risico's vermijden voor de knieën. Niet dat ik eigenlijk last heb van mijn knieën, maar ja, weet nooit. Ik ga ook mijn nieuwe compressiekousjes testen. Ik heb nieuwe compressiekousen gekocht onlangs. Ik had nog een bond van Futurum Shop, toevallig van kerst. Ik zag daar Compress Sports op staan en ik had gezien de Average Shop dat aandaan voor zijn half Ironman. Dus vandaar dat ik dat merk kende, dus vandaar dat ik het heb aandaan. Ik ben een beetje geïnfluenced erop. Dus ik ga die aandoen. Ik ga die testen, want die zijn normaal ook, dat zijn normaal ook de compressiekousen die ik ga aandoen voor de marathon. Dus allemaal spannend, beginnen allemaal dichterbij te komen. Ik heb ook een paar dingen geregeld voor de marathon met filmen en zo. Mijn prachtige vriendin gaat natuurlijk even filmen. Ik heb een wandeling uitgestippeld van ongeveer een negental kilometer voor haar. En met mijn mama, dat kunnen ze samen even gaan wandelen. Anders moeten ze daar 3,5 uur wachten in het topsportal. Dat is ook niet nice. Vorig jaar heeft mijn mama wel gewacht, omdat toen liep je de 10 kilometer wedstrijd en uiteindelijk is dat maar 40 minuutjes. En ik neem ook natuurlijk mijn GoPro mee tijdens de wedstrijd en ze hebben mijn locatie, dus dat kunnen ze natuurlijk altijd zien. In realtime waar dat ik mij bevind. Ik ben zo alles wel aan het plannen. Carploading heb ik ook al gepland daarnet even hier als ik hier was. En ik heb nu opgeschreven alles wat ik ga eten de dag voor de marathon, dus dat is echt, dat is wel nice. Tijd om mij klaar te maken, mijn kleren te pakken en even een half uurtje rustig te gaan lopen. Stage is trouwens goed gegaan vandaag, dus dat is ook nice. Goed, we zijn klaar. Fully decked out, compressiekousen, kleertjes aan. Het enige probleem is, de GoPro die is niet snel genoeg opgeladen. De batterij heeft nu 35%, dus ik probeer zoveel mogelijk te filmen. Gelukkig moet ik maar een half uurtje lopen, anders was dat een probleem geweest. Dan had ik nog moeten wachten tot mijn batterij helemaal was opgeladen. Mijn andere batterij is normaal gezien wel opgeladen, maar die ligt hier ergens op mijn bureau, maar ik vind hem niet. Dus die moet ik eens even zoeken straks als ik thuis ben. Tot op de GoPro. Het plekje waar ik nu naartoe ga, daar ga ik eigenlijk niet zo heel erg vaak gaan lopen. Maar in theorie is dat echt ideaal voor intervallen. Want dat is eigenlijk een meer en ik denk dat is denk iets meer dan een kilometer. En dan heb je geen last van verkeer en zo. Het enige ding is waarom ik dat nooit daar ga doen. Omdat het echt regenachtig was de afgelopen tijd. En het is een meer. Dus daarnaast is dat niet echt geasfalteerd. Dus als het dan geregend heeft, dan is dat echt veel lastiger. En dan is het eigenlijk gewoon trailrunnen. Een andere reden is omdat er staan bomen. En bomen zorgen ervoor dat je GPS-signaal iets minder is. En daardoor is de snelheid niet altijd 100% accuraat. Niet dat dat uitmaakt op mijn trainingen, doe ik op hartslag. Maar het is toch wel nice om een klein beetje uw snelheid te weten. Ik ben er trouwens bijna. Hier achter de brug naar rechts is de ingang voor het Damvalleimeer. Nice om nog een keer te lopen. Een goed weer. Of toch, als de zon nog schijnt. Daarnet was ik aan het lopen, dus aan het Damvalleimeer. Ik was compleet vergeten te filmen. Maar Lucas was er. Lucas die doet turnen. Niet Lucas van mijn klas, maar Lucas van die al heel lang een van mijn beste vrienden is. Die doet turnen daar en die moest een rondje opwarmen rond Damvalleimeer. Dus ik kwam me toevallig tegen. Ik was net klaar met mijn rondje, anders had ik waarschijnlijk wel meegelopen. Nog een grappig feitje. Ik weet niet of jullie die kennen, maar er is zo'n een Belgische astronaut, Frank De Winne. Dat is denk ik de tweede Belg die ooit naar het ISS is geweest. Het International Space Station of zoiets, denk ik. En die woont hier. Ik ga het nu niet filmen, maar of die zijn ouders wonen hier en hij woonde hier als kind. Nog een klein fun fact. Ik ben ooit een keer, was er daar een restaurant. Belvedere heette dat. En ik had daar een keer gaan eten met mijn mama en mijn zus. Maar echt al lang geleden, jaren geleden. En Frank De Winne zat daar toen met zijn Russische vrouw en zijn ouders. Dus daarom dat ik dat zo wat weet. Maar ja, dat is. Maar ik moet wel zeggen, de benen zijn niet zo goed. Misschien omdat ik een hele dag gewerkt heb en heb stilgezeten, basically.
Want ik merk wel, als ik 's ochtends ga lopen, dat ik beter ben. Mijn hartslag is ook echt super hoog, waarschijnlijk omdat ik aan het vloggen ben. Dan is mijn hartslag altijd hoog. Dat is zo vervelend. Dag iedereen, ik zit hier nu achter mijn pc, aangezien dat ik gewoon een hele dag weer achter mijn pc heb gezeten, mijn bachelorproef onder andere heb moeten schrijven, dacht ik ga eens gewoon praten over het parcours van de marathon. Normaal gezien vandaag, als de vlog online komt, is de marathon net geweest, dus ik heb vandaag mijn marathon gelopen. Dus als je benieuwd bent naar de statistieken of dat ik de marathon heb uitgelopen, wat ik wel hoop, dan moet je even klikken op de link in de beschrijving, dan kun je daar mijn Strava zien, mijn Instagram, daar zal ik waarschijnlijk ook updates hebben geplaatst, en dan kun je even zien hoe dat mijn marathon is gegaan. Maar voor mij nu, ik weet nog niet hoe dat het gaat gaan. Het is voor mij nu 21 maart, dus we gaan eens even kijken naar het parcours van de marathon. Ik heb het natuurlijk wel al even bekeken, maar op de website staat er wat informatie. Vorig jaar heb ik de 10 kilometer meegelopen. Dat is er al een paar jaar. Ik denk dat ik 3 jaar of 2 jaar de 10 kilometer heb gelopen. En ik heb 1 keer in 2021 een volledige marathon gelopen in Antwerpen. Toen was het super slecht weer. Het was ook corona, dus er was bijna geen volk. Ik heb bijna heel de marathon solo gelopen. En ik heb super hard afgezien toen. Dus vandaar dat ik nu mijn verwachtingen een klein beetje temper. Ik hoop rond de 3 uur 30 te lopen, maar als het 3 uur 35 is, dan ga ik me daar zelf niet voor afschieten. Ik ga niet boos zijn op mezelf, ik push mezelf niet. Het doel is natuurlijk gewoon uitlopen, maar ik hoop natuurlijk stiekem, diep van binnen hoop ik wel gewoon een goede tijd te halen. En ik hoop dat dat rond de 3 uur 30 is. Ik denk dat als ik uitgerust ben en ik heb een goede dag, dat ik dat wel in me heb. Mijn Garmin geeft momenteel ook aan dat ik een 3 uur 27 marathon zou kunnen lopen. En ik heb gelezen dat dat bij de meeste mensen wel redelijk in de buurt komt. Zeker voor een marathontijd, dat dat wel redelijk goed kan inschatten. En ik denk ook oprecht dat ik dat kan. Ik heb altijd al sneller gelopen dan de predictions die erop staan. Dus ik hoop gewoon niet dat ik ga ontploffen na 30 kilometer. De vorige keer ben ik eigenlijk op 30 kilometer zei ik nog tegen mijn vader, want die was daar dan. Die heeft dan een stukje meegefietst en die zei, of ik zei tegen hem van ik voel me echt goed, ik ben echt sterk. En gelijk 2-3 kilometer later volledige muur. Alhoewel, ik heb wel nog snel gelopen, maar ik heb gewoon het in mijn hoofd het gedrinkt dat ik super veel pijn had aan mijn benen en dat echt lastig was en dat ik overal pijn had. Wat dat wel logisch is, het is een marathon. En ik hoopte dat nu op te lossen met wat meer loopjes te doen richting de 30 kilometer. Maar ik heb 2 weekenden, ik ben eigenlijk 2 weken een beetje ziek geweest, net in de piekfase, zeg maar, in de piekvolumeweken, waardoor ik niet de volledige uren heb kunnen doen, want anders zou ik op mijn Strava zien dat ik heb een week 5 uur gelopen en de 2 weken daarna zo 4 à 3 uur 45. En dan moesten eigenlijk ook gewoon weken zijn van 5 uur, dus daar zou ik 1 uur en 1/4 en 1 uur meer hebben moeten lopen, maar dat is gewoon niet gelukt omdat ik ziek was en ik wou me niet overdoen. Ik had dan wel de tempo's gelopen van de training, maar niet de volledige volumes, dus dat is wel een beetje jammer. Dus vandaar dat ik een klein beetje schrik heb hoe dat gaat gaan na de 30 kilometer, maar ik heb gelukkig wel in mijn training 31 kilometer stoken. En ik voelde me eigenlijk super goed tijdens die training. Ik had nergens last. Dus allee, dat is goed om te voelen. En ik denk dat ik nog nooit in zo'n goede vorm ben geweest als ik nu ben. Dus ik hoop gewoon dat alles een beetje goed gaat. En de wind is niet te lastig. En het weer is geen te lastig. En ik kan gewoon met de pacer goed mee. Dat allemaal in orde moet gaan. In het ideale scenario loop ik gewoon mee met de pacergroep tot 30, 35 kilometer. En dan als ik me goed voel, kan ik nog altijd versnellen. Maar het ideaal scenario is het ideaal scenario voor een reden. En we zien nog wel hoe dat gaat gaan. Sorry dat de kwaliteit wat minder is. Ik zie net dat ik mij hier super klein heb gezet. Maar nu gaan we even kijken naar het parcours voor de marathon. Zoals ik zei, er is een 10 kilometer, een halve marathon en een volledige marathon. De 10 kilometer is eigenlijk een apart parcours. Daar lopen wij niet langs, denk ik, met de marathon. En dan op het einde komt hier wel een stukje nog samen aan het water hier. Dat is dat recht stukje hier. De halve marathon die doet de noordelijke lus en dan het deel aan de topsportal mee. En wij doen nog hier een lusje aan Gentbrugge en dan een zuidelijke lus richting de Gelamco Arena. Ik denk dat dit dit stuk terug het zwaarste gaat zijn, omdat je dan wind tegen gaat hebben. Of toch, dat is wat ze nu voorspellen. Momenteel voorspellen ze wind vanuit hier. En dat is dus toch wel het laatste deel. Dus ik denk dat je daar echt wel een voordeel uit haalt als je in de groep zit. Wat dat wel een voordeel is, je gaat geen tegenwind hebben langs het water hier. Maximum zijwind. En de rest is hier zo wat wind tegen, maar dan loopt hier wel redelijk bedekt, zeg maar, met huizen en zo. Dus dat valt wel mee. Moesten we hier op het stuk aan het water tegenwind hebben, dan zou het echt heel zwaar zijn. Parcours van de marathon. Normaal gezien starten we, of toch 2 jaar geleden starten we hier. Maar ze waren aan het werken en vorig jaar hebben ze toen inderdaad ook hier gestart. En nu, omdat we met zoveel deelnemers zijn,
hebben ze hier een heel startvak gemaakt. En ik denk dat de start hier is. En hier is er een heel startvak voor verschillende tijden. Ik denk dat er 4800 deelnemers zijn ingeschreven voor de marathon. En dan voor de halve marathon zijn er ook nog mensen ingeschreven. Dus het gaat heel, heel, heel druk zijn. Maar we beginnen dus hier aan de watersportbaan. En dan moet je in een startvak gaan staan. En het startvak moet je een beetje gokken welke tijd dat je graag zou willen lopen. En dan loopt hier een stukje rond de Blaarmeerse. Eigenlijk moeten we helemaal niet rond de Blaarmeerse zelf lopen. Maar gewoon hier een stukje die grote baan nog. En dan komt je hier naar rechts op de grote baan. Dit is de R40. Dat is een dubbele baan. De grote baan, de ring rond Gent eigenlijk. Dan loop je hier langs de gevangenis. En dit is wel een leuk deeltje, want dit is hier de coupure, denk ik. En het is leuk, want hier is mijn school. Dat is de KU Leuven campus, technologie campus. En hier passeren we. Dus hier gaan we naar rechts en hier is mijn school. En dan is het hier langs het water lopen. Volgens mij zijn dat kasseien. Dat weet ik niet zeker. En dan loopt hier gewoon nog langs het water, heel tijd langs de coupure, tot aan een splitsing. Dan loopt je richting het noorden. Ik denk dat je hier dan naar het centrum van Gent loopt, inderdaad. En dan steekt je hier de brug over. Dit is hier aan de Lijn Camille. En dan heb je hier een baan. En hier is de Boeghan Store. Boeghan is de winkel van Elijah. Die ken ik. Elijah heeft nu een kledingwinkel geopend. En daarboven is zijn office. Dus dat is wel grappig dat we daar nu langs gaan lopen. En dan lopen we hier een stukje. Dat is een stukje naar boven aan het pakhuis. Dat is hier uit de graslei. Iemand legt uit in de comments waarom dat dit de korenmarkt is. En de korenlei aan de overkant ligt. En de graslei aan de kant van de korenmarkt. Een beetje raar. En ik denk dat deze foto is getrokken tijdens de Gentse feesten. Kijk, want er zijn hier dingen op water. Maakt nu niet uit. Een stukje korenmarkt en dan Klein Turkije. En dan loopt hier onder de schapenstal, voorbij het stadhuis van Gent. En dit deel is ook kassei. Dat kan heel glad zijn als het nat is. Maar het gaat normaal gezien niet regenen, denk ik. En dit is wel een stukje bergaf. Dit is hier wel een stukje bergop. Het voordeel is wel, dat is nog in het begin. Dus als je hier al voelt dat je te snel gaat, dan gaat je de marathon, dan gaat je heel hard afzien tijdens de marathon. Dus dit zou relatief gemakkelijk bergop moeten zijn. En dan kun je hier nog wel recupereren, want dat is wel een lang stuk bergaf. Zo wel vals plat naar beneden. En dan veronderstel ik dat we hier de linkerkant houden. En dan hier langs het Industriemuseum. Hup, hup, hup. Zo. En dan gaan we richting Dok Noord. Ik denk dat we hier naar boven gaan, want anders moeten we kruisen en dat lijkt me niet zo handig voor zoveel volk op de marathon. Dus dan passeert je langs Dok Noord en dan gaat je richting Muiden. Gaat je over Muidenbrug en dan gaat je hier naar het Houthok. Hier passeer ik ook altijd als ik naar huis rijd, want hier rijd ik naar school via de Muiden en dan via de Muiden rijd ik ook altijd zo, hup, naar huis, hier naar de Decathlon. Daar passeren we niet, we passeren hier langs de Houthokken. En dan doen we hier zo'n klein bochtje, ik weet niet waarom dat hier staat. En dan lopen we hier gewoon langs de grote baan, doen we hier nog zo'n bochtje. En dan blijven we hier zo wel langs de dokken lopen. Terug een beetje meer richting het centrum. Aan de Boudelo, dan gaan we hier terug naar waar dat we geweest zijn. Dat parcours ken ik wel. En dan het zwembad van Eyck, inderdaad, kunnen we langs gaan. En hier midden, daar ben ik eigenlijk nog nooit geweest. Dat is heel raar, maar ik ben van Gent, of toch in de buurt van Gent. En ik ben hier nog nooit geweest. Maar er zijn hier zo huizen in het midden van dingen, dus daar kijk ik wel naar uit om een keer te staan. En normaal gezien op dit punt, ik heb voor mijn vriendin en mijn mama een wandeling uitgestippeld. Ondertussen gaan wij, met de marathonlopers, hier een heel deel gelijk dat ik daarnet zei, langs de Schelde wandelen. En dat is heel dicht van waar ik woon, dus dat is wel grappig. Maar dat is hier dus de Scheldekant, hup, hup, hup. En dan hier tot in, ik denk dat dat Heusden is. En dan hebben we hier Heusden, dan gaan we hier van de Schelde. Dat is een stukje kassei ook, dat weet ik ook. Normaal gezien rijd je hier door met de Schelde zo. Maar hier slaan we al iets vroeger af op kasseien en dan gaan we zo de brug over. En dat is hier een deeltje waar ik ook nog niet echt ben geweest. Hier komt je dan uit in Melle en zo. Maar dit is... Hij slaat hier eigenlijk al een beetje vroeger af, richting de Gentbrugse Meerse. En dan loopt hij eigenlijk zo een beetje door Gentbrugge, denk ik. Terug naar de Schelde en dan komt hij uiteindelijk hier... loopt de Schelde eigenlijk gewoon verder af, maar aan de andere kant. En dan hier door naar het Keizerspark. Aan het Keizerspark hier gaan de mensen die de halve marathon lopen, die lopen volgens mij hier door. Hier steekt je over en gaat je dan, is dan een stukje zo naar beneden volgens mij. En dan weer een stukje gewoon Schelde richting het zuiden. De halve marathonlopers gaan denk ik hier naar boven. Ik weet niet zeker. Maar wij moeten nog verder lopen, want wij lopen de volledige marathon. Wij lopen dan hier gewoon de Schelde helemaal af naar het zuiden. Volgens mij is dat ook een beetje zijwind / meewind. Dus dat gaat wel deugd doen, want volgens mij komen we hier al dicht bij het 30 kilometer punt. Dit gaat pittig zijn, want... Dit is een stuk bergop, richting zo daar rond punt.
Ik denk toch dat dat bergop gaat. En dat is echt pittig, want dat gaat tegenwind zijn. En ik denk dat als je daar de groep mist, dan ga je dat afzien. Maar dan loopt hij eigenlijk naar de Gelamco Arena. En dan lopen we door de Gelamco Arena. Ik denk dat dat een goede afwisseling gaat zijn van het hoofd. En Runners Lab is daar ook, wat ik onlangs een video heb gemaakt. En dan loop je daar door en dan loop je gewoon er weer terug uit de Gelamco Arena richting dit park. En dit gaat denk ik voor mij mentaal het lastigste worden. Want op een bepaald moment komen we hier terug uit aan de Schelde. Maar dan kom je aan een vervelender deel, denk ik. Dit deel is zo'n deel langs de grote baan. Ik denk dat dat mentaal wel een beetje pittiger gaat zijn. Dus ik denk dat dat deel nog een deel gaat zijn waar ik in de groep ga willen blijven. En vanaf dat ik, als ik goede benen zou hebben, dan zou ik proberen om toch richting aan de Schelde, aan de Kinopolis in de buurt, toch wel wat sneller, of toch wel terug wel wat tempo te proberen vinden. Ik zie dat we hier onderlopen en dan komen we hier aan de Kantienberg. En dat is handig, want dit deel is ook, ik denk dat dit een brug is. En dan heb je hier zo wel wat terug bergaf. Dan heb je hier het Muinkpark. En dan loopt hier terug gewoon wat langs de Schelde richting het Wintercircus. Langs de Universiteit van Gent. En dan dit is het laatste deel eigenlijk, de laatste push richting de finish. Je loopt hier gewoon langs de leien. Ja, dit gaat pittig zijn, hè? Want dit is langs de leien, langs het water, met tegenwind. En dan denk je, oh, we zijn er vanaf. En dan komt hier, dat slaat hier even af. En dit is echt langer dan dat je denkt. Dat ziet er niet lang uit, maar dat is echt nog een lang stuk. Zeker op het einde van de marathon gaat dat pittig zijn. En dan komen we hier uit en dan op het einde heb je hier nog een klein deeltje, zeg maar, binnen in de topsporthal. En dan daar is de finish, waar ik even alles ga moeten geven. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden dat ik het parcours heb overlopen. Ik hoop dat jullie een beetje meer inzicht hebben gekregen in het parcours en wat we van plan zijn. Ik denk uiteindelijk wel dat het tempo lopen zal wel lukken. Het zal gewoon een kwestie zijn van, kraak ik mentaal of niet? En de laatste tijd ben ik mentaal in een goede headspace, dus ik heb er wel goed oog op. Maar je weet natuurlijk nooit hoe dat tijdens de wedstrijd gaat gaan. Als ik mijn eten niet goed verteer, als ik steken krijg. Maar normaal gezien heb ik alles getraind en zou alles in orde moeten zijn. Dat is natuurlijk ook aangeraden. Goede carb loading doen de dag ervoor. Goed rusten. Focussen op mezelf, niet kijken naar wat de rest doet. En vertrouwen op mezelf. Een beetje vertrouwen op mijn hartslag. Ik weet wat ik kan. Op de vorige marathon heb ik denk ik ook gewoon gemiddelde hartslag van 165 gelopen. Dus ik denk dat dat wel moet lukken. Ik hoop jullie genoten van de vlog. Morgen ben ik er sowieso weer bij mijn gloednieuwe vlog om 6 uur. En zoals ik altijd zeg, ciao. Kus.